Jongens, ik heb weer voor jullie een mega leuke Naked Shop vlog. Ik vind deze items zo leuk die ik dit keer heb uitgekozen. Naked bestaat alweer 7 jaar. En om dat te vieren heb ik een hele leuke kortingscode voor jullie. Maar goed, dat zal ik straks allemaal lekker vertellen. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze video. Het is weer tijd dus voor een shoplog. Ben jij benieuwd wat ik dit keer dus bij Naked heb besteld? Blijf dan zeker even kijken naar deze video. Ik ga lekker laten zien wat ik heb besteld. Ik ga het aandoen, kijken of het staat of niet. Of het kwaliteit goed is, de kwaliteit goed is. En wat ik ervan vind. Dus ik geef gewoon mijn eerlijke mening. Deze video is wel in samenwerking met Naked. Ik zal in de beschrijving de linkjes zetten voor alle items die ik ga laten zien in deze video. En dus de kortingscode die jou dus extra veel korting geeft. Want zoals ik net al zei, Naked bestaat dus 7 jaar. En met deze kortingscode van mij krijg je extra veel korting bij Naked. Ideaal. Dus mocht je al dat ene jurkje al heel lang in je winkelwagen hebben of die ene paar schoenen, dit is je kans. Oké, ik ga gewoon snel beginnen met deze video. Heb je er zin in? Doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Maak je me echt heel erg blij mee. 70% van mijn kijkers, 70, is niet geabonneerd. Ik vind het zo jammer. Dus ik zou het echt heel erg leuk vinden als je er lekker bij komt. Zo mis je geen één video en het is geheel gratis. En dan blijf je gewoon op de hoogte. Klik op die abonneerknop en dan gaan we snel beginnen met deze video. Nou, dit is dus de zak. En ik pak gewoon het eerste wat bovenop ligt. En het eerste wat ik eruit haal is, oh ja, oh, ik vond deze zo mooi. Ik liet dit aan mijn vriend zien, want ik zei, wat vind je hiervan, wat vind je hiervan? En toen zei hij, oh, deze vind ik heel erg leuk. Dit is, hoe leuk straks voor in de zomer of in de lente, een mega leuk linnen jurkje. Hele mooie crème kleur, dat linnen dus. Ik vind linnen, dat stofje, ook heel erg fijn voor in de zomer. Het reguleert gewoon heel erg goed de temperatuur ook. Maar even kijk, hoe leuk. En dan met cowboylaarsjes of sandaaltjes eronder. Hij heeft namelijk aan de voorkant dus een soort opening hier. En dan aan de achterkant zit er heel erg schattig een strik en dan een open rugje. Leuk hè? Ik vond hem heel erg leuk. Dus ik hoop dat dit een beetje staat bij mij. Ik hoop het. Ik vind het in ieder geval een heel leuk jurkje. Deze heb ik in een maatje 36 en we gaan het meemaken met de aanbeelden. En jullie gaan het nu zien hoe die staat. Dan dus dit jurkje. Ik ben weer helemaal verliefd. Ik kan de bovenkant alleen niet dicht doen, want dat lukt niet bij mezelf. Dus de bovenkant zou dan zeg maar wat strakker zitten. Maar ja, de vorm, het zit echt helemaal perfect. Ik moet hem alleen even stomen, want hij is wat gekreukt. Maar daar moet je even doorheen kijken. En hoe schattig, ik weet niet of het een beetje te zien is. Waar is die achterkant met die strik dan? Echt heel erg mooi. Dus ja, ik zou er dan zelf gewoon boobtape onder doen of zo, zodat je gewoon echt een mooie open rug hebt. Straks in de vakantie, als ik een lekker tintje heb, helemaal leuk vind ik deze jurk. Al echt zo blij mee. Het jurkje kost €57,95. Het is trouwens nu, ik heb wel een hele dikke trui aan, maar eigenlijk is het echt voor het eerst een beetje lenteweer. Het zonnetje schijnt, het is gewoon eigenlijk een prima temperatuur. Ik zat net gewoon mijn lunch op te eten in het zonnetje met mijn konijntjes erbij. Geen jas aan. Ach, echt heerlijk. Ik kan er echt van genieten. Maar goed, dus eigenlijk wil ik nu weer een beetje eigenlijk van de truien af. Ik hoop gewoon dat het weer zo lekker blijft. En dat we gewoon weer lekker straks shirts aan kunnen doen. Leuke topjes. Gewoon helemaal zin in. Ik heb ook dit topje besteld. Het is dus een wat dunner stofje. Dus ideaal ook voor de lente. Nog wel lange mouw. Maar dit is dus niet gewoon een gestreept shirt. Ja, het is wel gewoon een gestreept shirt. Maar het is bruin met wit. Is het echt wit-wit? Volgens mij is het vooral een beetje cremig wit. Maar ja, dat bruin met wit vind ik wel heel erg leuk. En dan een klein colletje. Ik heb namelijk een best wel wat bruine pantalonbroeken en van die wijde broeken. En dat past perfect bij deze streepkleur, zeg maar. Dus dat is echt een leuke set. Dus deze kon ik niet laten liggen. Heb ik in een maatje XS. En hij stretcht ook heel erg lekker mee. Dus daar ben ik heel blij mee. Deze top kost €31,95. En alle prijzen die ik dus nu benoem zijn nog zonder korting. Dus top. Nou, en dan dus het topje. Ik zou het zelf nooit zo snel op een skinny broek of zo dragen. Maar ik had het dus nu aan voor de aanbeelden. Zelf zou ik dus zo'n hoge, wijde, zwarte of zwarte, bruine broek
pantalon zeg maar eronder doen. Want die heb ik. Ik vind hem heel erg leuk. Ook leuk dat het dus bruin is. Het stofje is ook heel erg lekker glad. En ook zacht. Dus echt een heel erg fijn stofje. Colletje zit niet te hoog. Ik ben echt heel erg blij met deze top ook. Dan mocht mijn zus wat uitkiezen. Want dat vind ik altijd wel leuk als ik iets mag uitkiezen. Dat iemand anders dan ook gewoon nog wat mag uitkiezen. De vorige twee keer heeft mijn oma wat dingen uit mogen kiezen. En nu was het tijd voor mijn zus. En als ik dit zie, denk ik ja, heel erg leuk. Wij hebben wel echt dezelfde stijl. Dus dat is natuurlijk helemaal top. Dus ik kan hem, als ik hem pas, zeker een keer lenen. Maar dit is een heel erg leuk satijnen blouseje in een bruin. Met van die strikjes. Die kun je dan aan de voorkant knopen. Ja, dat moet je echt even aanzien dit. Maar echt een hele mooie blouse. Heel fijn stofje ook. Maar ik vind de kleur, dat chocoladebruin, echt prachtig. Ik denk dat dit haar ook heel goed gaat staan. Deze heb ik dus in een maatje 38. Want dat is de maat van mijn zus. En ja, zelf zou ik dan dus een 36 doen. Maar dat is dus deze top. Deze was in de sale. Volgens mij was deze nu iets van 18 euro. Oké, dan het blouseje. Ja, hier moet je echt een hoge broek bij dragen. Ik vind het zelf niet helemaal mijn ding. Ik snap ook helemaal niks van al die touwen. Het zit ook aan elkaar, die touw. Ik denk dat je het wel kan zien. Maar ik snap het niet. Hier moet je echt even de tijd voor nemen en uitvogelen. Maar goed, het zou een beetje zo horen te zitten. Ik denk dat het wel heel erg mooi is. Gewoon als je... Oh, je kan de knoopjes trouwens ook een beetje dicht doen. Dat is beter. Nou, ik ben er niet helemaal weg van. Maar ik hoop mijn zus wel. Dan het volgende topje. En hier ben ik echt heel erg blij mee. Ik ging namelijk van de week uit eten. En toen heb ik deze aangehad met een pantalon. En ik vind hem zo leuk. Ik kreeg ook heel veel complimentjes erover. Dit is een gehaakt topje. Een one shoulder top. In een beetje een off-white kleurtje. En dan loopt hij uit met wijde mouwen. Dit is echt helemaal een floording. Echt zo leuk. Als je niet weet wat je aan wilt doen, doe dan gewoon dit topje aan met een leuke hoge broek. En je bent eigenlijk al klaar. Dit is echt mijn nieuwe lievelingstop. Deze heb ik in een maatje SM. En deze kost €41,95. Ik ben echt verliefd op dit topje. Heel erg leuk met een hoge broek. Ik heb mijn BH hier zo onder gedaan. Maar ik vind dit topje echt heel erg mooi. Wat gehaakte. Dan heb ik nog een item voor mijn zus. Maar deze is wel echt heel erg mooi. Het is namelijk een skinny zwarte broek. Dus eigenlijk gewoon heel erg basic, heel erg simpel. Maar altijd handig om gewoon één zwarte goede broek te hebben. Hij ziet er echt heel erg lekker stretchy uit. En hier zit dan nog het Naked logo. En de details zijn zilver. Dus gewoon een basic skinny zwarte broek dus. De onderkant ziet er zo uit. Een klein beetje gerafeld. Klein beetje gerafeld dus. Maar ja, hele leuke broek. Deze kost €41,95. Normaal draag ik maat 36. Maar de broek maat 38 zit als gegoten. Echt heerlijk is deze broek. Nu wil ik hem eigenlijk zelf houden. Maar goed, hij is dus voor mijn zus. Heel erg lekker stretchy nog wel. Maar hij sluit echt perfect aan. Mijn navel zit hier. Dus hij is heel iets hoger. En ja, echt de perfecte basic broek is dit. Dan heb ik iets besteld wat echt leuk is straks voor vakantie. Of gewoon in de zomer. Wat heel erg leuk past met dat linnen jurkje wat je als eerste item zag. Ik ga het openmaken. Je hebt ze ook in het bruin, maar ik koos voor zwart. Het zijn namelijk deze sandaaltjes. De zool hier is ook best wel zacht, dus dat loopt wel lekker, denk ik. En het heeft een gevlochten textuurtje. Ja, ik vind het helemaal leuk. Kan niet wachten om deze te dragen. Gewoon basic zwarte sandaaltjes. Echt ideaal. Ik heb deze gewoon in mijn eigen maat, in maat 39. Ze kosten €36,95. Vind ik echt niet heel duur. Dus blij mee. Het ene laatste item van deze shoplog is eigenlijk de perfecte basic. Ik heb hem al aangehad. Het is dit zwarte one shoulder topje. Het kaartje steekt eruit, zie ik. Maar echt ideaal is dit. Deze was ook helemaal niet duur. Even kijken hoe duur die was. Deze was €13,95. Maar heel erg leuk straks voor de zomer met een leuk rokje of een kort broekje. Maar ook met een leuke high-waisted mom jeans of zo. Of met een blazer eroverheen dat je nog wel die vorm zo ziet. Echt een hele leuke top. Die kun je dus eigenlijk in de winter dragen. Maar ook prima in de lente en zomer. Dus echt gewoon een perfecte basic. Ik heb hem in de maatje XS. Je hebt hem ook in verschillende kleurtjes. Maar ik ging dus gewoon voor zwart. En het is echt zo'n ribstofje. Ook lekker stretchy. Dus die. Dit laatste item ben ik echt ontzettend benieuwd naar hoe dit gaat staan. Ik zag het al helemaal voor me. Ook straks naar Afrika. Dit is een denim jurk. Of denim. Is het denim? Ja, volgens mij is het denim.
Maar in ieder geval zo'n nude camel kleurige jurk. Zo ziet hij eruit. Ik denk dat je het ook weer beter gaat zien met de aanbeelden. Maar ik vond deze echt heel erg gaaf. Beetje een blousevorm, maar dan toch een jurk. Met dus bandjes, die kun je dan zo strikken. Ik vond het een beetje een safari outfit. Ik vond het helemaal leuk. Ik heb deze in de maatje 36. Ik zie het helemaal voor me, dus met zwarte chunky hoge laarzen eronder. Dus zo ga ik het ook zeker stylen. Dus, en het is ook echt een heel erg dik stofje. Dus goede kwaliteit. Het ziet er op het oog goed uit. De knopen zijn bruin. Oh my god, hij zit echt perfect. Ik ben hier heel erg blij mee. De bovenkant, ja, ik vind het echt een safari outfitje. Ik zie mezelf al helemaal in Afrika hier mee paraderen. Maar goed, ja, de bovenkant, het zit gewoon heel erg lekker. Het zit ook niet zo strak of zo. Het zit gewoon heel comfortabel eigenlijk. Ik heb hem nu gewoon zo gestrikt, even snel. Maar ja, en de achterkant zit ook gewoon heel erg goed. Niet te kort. Ik kan hier gewoon echt heel erg lekker in bewegen. Het enige ding is de kleur. Het is zeg maar zo'n kleur die op mijn lichaam zeg maar een beetje wegvalt. Maar ik denk als ik straks een beetje getint ben en weer een beetje een kleurtje heb gekregen van de zon, dat het wel echt heel erg leuk is. Maar ja, nu ben ik nog echt lijkbleek gewoon van de winter. Maar helemaal, helemaal gek op deze jurk. Nou, en dat was alweer deze shoplog en de items die ik heb besteld bij Naked. Check dus even de beschrijving. Daar zou ik ze allemaal linken. En vergeet dus deze kortingscode niet voor korting. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik ben benieuwd wat jouw favoriete item uit deze hele shoplog was. En ja, wanneer gaan jullie langzaamaan lente, zomer kleding kopen, bestellen? Ik kan echt niet wachten. Ik heb er echt zin in. Ik ben er helemaal aan toe. Maar goed, dat komt wel. Bedankt voor het kijken dus. En tot de volgende video weer. Doei doei!